Goeie. Hallo. Wat wie je van dan? Wij zijn helemaal rond jou, want zij het vrij, jongen. Oh, waarom haast toch vrij? Ik heb... Studiedag. Ja, studiedag. Oh, de juf en de masters die haast studiedag. Ja. En dan haast toch vrij? Ja. Dan is dat blij. En wie steekt mijn bep op paard? Ja. Ja? Ja. Wat haal je hem die in krijgt? Ja, speeltjes die in, hè? Mm-hmm. Ja. Triomina's. Wie in de eerste hut rijden, John? Hè? Dat hier een wust een gouden medaille hier? Ja. Ja. Nee, dat is gezellig eventjes. Ja. Dus de familie met een gymnastiek. In Paragier. Dus we hebben drokje wat. Drokje wat, ja. Nou? Maar dat is zelfs ook al sport? Ja. Vier leppen? Zit er veel leppen? Ja. Oh. Een handskip. En... op kip. Daar had ik straks in. Ik zit op karate. Oh, nee. Nou, omdat ik dat dan. Dus je zit op traaien sporten eigenlijk? Ja, dat. Vier leppen alleen nog in de zomer, hè? Wat is net te koud, hou je er niet van. Maar dan was wel heel sterk wijzen in de jerms en de skonken. Ja, dat wil je. Ja, mooi, Rix! Ja, het is een schans achter u. Oh ja? Je hebt wat oefening in de veer. Een grote pols. Ja, nee, maar dat gaat goed. Ja, dit is een gymnastiek meisje. Ja, een echte sporter. Ja. Maar was dan letterlijk mooi dan onder Friese kampioenskippen van het vierleppen? Volgens mij heb ik dat wel eens gezien. Voor de jeugd, ze zitten er net zo lang. Ja, ik zit er net zo lang. Maar dan hier is een medaille. Ja, van Priske. Ah. Ja, leuk toch? Ja. En wat vind je dan het leukste? Gymnastiek of karate of filiappen of allier? Alles. Maar ben je hem zulke sporters dan? Ben je hem in de familie? Nee, totaal niks. Nee, haar hoid. Het altijd op touwlokken zitten. Maar het hoid een skip, hè? Dus het is heel bekend van touwlokken. Dus die is wel aardig sportief. Wij net. Het zit net aan uw kant in ieder geval. Maar wel een grote fan neem ik aan. Ja, tuurlijk. Ken je het al eens toch? Ja.